Hier is die lekkage geweest. Hier is die lekkage geweest. Kijk, daar zit de kweker, de leliekweker. Ja. En daar links had je het grote bassin. Met dat vervuilde water. Met dat water van het spoelwater van de Bollen, dat water. En dat liep zo overstromen dat hele bassin hier zo in dit natuurgebied liep leeg. Het hele gebied is daarmee eigenlijk vervuild geraakt met bestrijdingsmiddelen. Heeft 2 maanden heeft dat hier blank gestaan met dat water met die bestrijdingsmiddelen. Maar heeft de kweker geprobeerd zo snel mogelijk dat vervuilde water hier weg te krijgen? Uiteindelijk heeft hij echt de opdracht gekregen om het gebied leeg te pompen. Mm-hmm. Dat heeft 2 maanden geduurd. 2 maanden? Ja. Denkt u dat daarmee ook de schade aan dit gebied groter is geworden? Zeker. Want het heeft natuurlijk veel langere tijd gehad om in de grond te dringen, in de planten en in de dieren. Mm. Zelfs misschien dat gebied erbuiten nog dat water weggelopen is. Hebben jullie gekeken wat er nou precies in dat vervuilde water zat? Ja, er zijn watermonsters genomen en daaruit blijken dat een hele rits 40 bestrijdingsmiddelen zitten daar. 40 ja, stuks? 40 stuks. Je ziet hier verschillende veenmossen. Je ziet hier de groene en de zwarte. Mm-hmm. De groene die komen uit het gezonde ven. He, daar is dus niks mee gebeurd. Er is gewoon niet aangetast. En deze zwarte die komen uit de vennen, die zijn aangetast. Die zijn zwart, die zijn dood. Hier zit helemaal geen leven meer in. Precies. Die zijn gewoon morsdood. Zit het gif nu nog hier in de grond? Het gif zit er nog in. Ja, ja? Precies. En dat staaf zich ook op in de dieren. Ja, want insecten worden gegeten natuurlijk door de salamanders. Daar komt dus het gif in de salamanders. Dus het stapelt zich op. De salamanders gaan ook dood. Dus de gif blijft in het gebied. Dus het is echt eigenlijk gewoon verpest? Nou, dat vinden wij zeker, ja. Nou, dat heeft me ontzettend geraakt als boswacht. Je doet je best om het gebied te beschermen. En opeens gebeurt dat. En dat allemaal zo lang moet duren. Ja, dat raak je het hart als boswachter van, dat begrijp je niet. Nou ja, wij voelen verantwoordelijk voor het gebied. Het gebied moet weer schoon worden. Ja. En we gaan de kweker aansprakelijk stellen. En de vervuiler betaalt in onze optiek.